Mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. Kijk, ik wil het vandaag hebben, want ik ben best wel gek, niet echt helemaal, van dieren. En daarom hier nu Wikipedia, een soort van dieren die ik jullie laat zien. Mijn zus favoriete dier, check in de beschrijving, Kaya Games, is de Australia Kelpie hond. Je ziet, je ziet dat hij de meeste Australian Kelpie honden zijn dus zo. Maar deze hond is dus zo, de Australian Kelpie, de echte. Dit is de karakter van de Australian Kelpie. De Kelpie is een goed geprobeerde hond. En kijk, uiterlijk. Voor de Australian Kelpie bestaat de rastendaard de meest voorkomende kleur van de Australian in Nederland zijn. Zo chocoladebruin, chocolade en zwart, black, barb, maar ook kelpies in kleur lichtbruin. Zie hier, black. Nee, lichtbruin. Beetje bruin. Oké, volgende hond. De Australians. Herder, ook hond. Kijk, je ziet dat hij ook een beetje een raar kopje heeft. Dat komt omdat dit dier komt uit ook echt uit Australië. Shepherd. En kijk, hij komt uit de Verenigde Staten. En kijk, lief, 3, 4. Yes. Nee, totaal niet doen. Maar wat ik dus wil zeggen. Maar de andere naam is dus Australian Shepherd. Ik dacht dat hij uit Australian Shepherd komt, maar hij komt uit de Verenigde Staten. Oké. Hij kan dus copper en white en witte aftekeningen hebben. Ja, dat zie je. Oh ja, het plaatje. Op naar de volgende hond. Yes! De Barred Collie. Hij lijkt heel schattig, maar als hij met je tanden te maken komt, heb je zo'n bloedvinger. En kijk dan naar het touwtje hier, hero. Piep klein, joh. Die hond is echt iets van 40 centimeter. Misschien nog wel 20, 30. En het touwtje is iets van 5 centimeter lang. Wat? Een jonge fan Barry. Deze is serieus iets van 8 jaar oud. En deze iets van 2 jaar. Deze ziet er totaal jonger uit dan die. Echt heel erg totaal. Oké. Op naar de volgende hond. Quran, de Bea Quran. Bea Quran. Bea Quran. Hij komt uit Frankrijk vandaan. Je ziet al op het plaatje. Hij is. Oké, ja, het plaatje. Ja, dat is helemaal. Kijk. Berger de Bees is andere naam voor hem. Deze geeft nog een plaatje. Wat? Hij is dus 70 centimeter lang. Ik dan denk dat hij 100 van net iets van 20 was, joh. Maar, oké. Als je dus hier kijkt. Bij andere namen. Berger de Beach. Beach is een ander woord voor strand. Ja. Maar Frankrijk ligt ook veel stranden, dus ja. Op bij de volgende hond. Bij de volgende hond. De Belgische herder. Je ziet al, hij kan sporen maken in. Sorry. Kan sporen maken in het sneeuw.
Ik denk dat hij ook uit België komt, omdat hij is daar. Maar ja, hij is een best wel grote hond. Hij is. Hij is ongeveer 60 centimeter. Vergeleken met die kleine hond. Hij is een hondenras, natuurlijk, joh. Vond je deze video nou leuk? Geef hem dan een blauw duimpje omhoog. Weet je wat? Bij deze video wil ik gewoon de meeste duimpjes omlaag. Als jullie de meeste duimpjes omlaag kunnen halen, wordt dat echt heel leuk. Erg, maar probeer een duimpje omlaag te halen. En gelukkig op mij te abonneren. En check de beschrijving. Ga ook gerust naar Kaya Games. Doei doei!